Mensen die jaren hebben gewerkt in dieselrook sterven vaker aan longkanker dan werd gedacht. Er zijn gezinnen opgegroeid zonder vader, zonder moeder, zonder broer, zonder zuster. Mensen die overleden zijn voor hun 60ste jaar, voor hun pensioen. Blijkt uit een conceptstuk van de Gezondheidsraad dat de NOS heeft. En verder in het nieuws vandaag. Twee mensen vermist na aanvaring op IJsselmeer. En grote stedentrips minder in trek na aanslagen in Parijs. Goedenavond. Het werken met oude dieselmotoren blijkt veel schadelijker dan gedacht. Van de 100 werknemers die een leven lang hebben gewerkt in een grote hoeveelheid dieselrook, overlijden 7 mensen aan longkanker. En niet 1 op de 100, zoals men tot nu toe dacht. Dat blijkt allemaal uit dit conceptrapport dat onze redactie boven tafel wist te krijgen. Nou, dit rapport geeft eigenlijk aan, met het gebruik maken van nieuwe studies, dat de risico's van de uitlaatgassen van diesels gevaarlijker zijn, bijvoorbeeld voor het krijgen van longkanker, dan we tot nu toe gedacht hadden. In Nederland werken tienduizenden mensen regelmatig in deze gevaarlijke uitlaatgassen. En dan gaat het bijvoorbeeld om personeel van garages, overslagbedrijven in de haven, veerbootpersoneel en buschauffeurs. Schoon, zuinig, maar nog steeds rijden ze op diesel. Tom van den Berg heeft er 40 jaar in gereden. Onder meer voor het gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam. Zijn bus moest hij dan hier halen. Nou ja, binnenin zag je helemaal niks, want het stond helemaal stijf van de dieselrook. Dus je zag je bus er niet eens. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij heel wat collega's verloren. Ja, dat mensen ziek werden, wegvielen. Of een tijd dat je niks meer van mensen hoorde. Later kreeg je dan te horen dat mensen leden aan kanker. En zo heeft zij er ook een hoop zien gaan. Als bedrijfsmaatschappelijk werker probeerde ze het probleem aan te kaarten, maar kreeg geen gehoor. Er zijn gezinnen opgegroeid zonder vader, zonder moeder, zonder broer, zonder zuster. Mensen die overleden zijn voor hun 60ste jaar, voor hun pensioen. He, overduidelijk aan kanker en ik denk werkelijk aantoonbaar doordat ze gewerkt hebben in die dieseldampen. En dan denk ik van ja jongens, daar had zoveel leed bespaard kunnen worden. Maar dit rapport zou mogelijk erkenning kunnen geven aan die groep. De Gezondheidsraad wil pas reageren als het rapport definitief is. Maar komt op basis van de bevindingen voor het eerst met een landelijke norm voor de uitstoot van diesel. En dat gaat grote impact hebben. Voor bedrijven betekent dat meer investeren in afzuiginstallaties, roetfilters en schonere motoren. Nou, het is allereerst denk ik een economisch aspect. Het vervangen van al die dieselmotoren kost natuurlijk enorm veel geld. En ik denk dat je daarmee de komende jaren toch wel een belangrijke slag kan slaan om de werknemer gewoon beter te beschermen door het liefst versneld die oude dieselmotoren te vervangen. Weet je, wij worden niet meer beter. Tenminste, heel veel collega's zijn al dood of lijden aan die ernstige ziekte. En misschien heb ik het zelf ook wel, hè, dat weet ik niet. Gelukkig weet ik het niet. Maar ik ben wel steeds angstiger aan het worden van, goh, ik ben in de leeftijdscategorie waar al een groot aantal collega's dood zijn. En ik in die periode ook keihard bloot gestaan heb aan die stoffen. Maar er komt nog steeds vuiligheid uit die uitlaatpijpen en uit die motoren. Ja, de FNV vindt dat de arbeidsinspectie meer zou moeten doen om bedrijven te controleren, zodat mensen minder blootgesteld worden aan dit soort schadelijke gassen. De politie is nog altijd op zoek naar twee opvarenden van een jacht dat gisteravond op het IJsselmeer tussen Urk en Lemmer verging. De politie gaat ervan uit dat het jacht is aangevaren en onderzoekt nu welk schip daar mogelijk bij betrokken was. Het wrak werd vanmiddag gelicht. Een deel van het dak spoelde aan. Ook dat werd geborgen. Gisteren stond er net zo'n harde wind toen het jacht van Lelystad op weg was naar Lemmer. Het was een jacht van dit type. Het ruim 10 meter lange schip had de bestemming bijna bereikt toen het rond 5:30 van de radar verdween. Rond die tijd meldde iemand bij de politie dat hij bij Lemmer een boot had zien zinken. De opvarenden zijn nog niet gevonden. Het zijn de eigenaar en een kennis. We hebben sporen aangetroffen waarbij we het vermoeden hebben dat het schip is aangevaren. Het zou ook nog kunnen zijn dat het schip eerder in problemen is gekomen en is gezonken. En dat daarna een schip er overheen is gevaren toen het op de bodem lag. De politie houdt er rekening mee dat de schipper niets heeft gemerkt van de aanvaring. Als het een heel groot schip is en het scheepje wat is aangevaren niet heel erg groot is, zou het zo kunnen zijn dat je het gewoon echt letterlijk over het hoofd ziet. Het wrak is naar Lelystad gevaren, waar het wordt onderzocht. Van een explosie is al vastgesteld was geen sprake. Het zoeken naar de vermisten is gestaakt. Morgen gaat men verder. Als het weer het toelaat.
De Turkse president Erdogan heeft zich uitgesproken over het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig afgelopen week. Hij betreurt het incident, maar echte excuses blijven uit. Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik, istemezdik. Ama maalesef böyle bir şey oldu. Temenni ederim ki bundan sonra böyle bir şey olmaz. Gisteren liet de Russische president Poetin nog weten niet in gesprek te willen met Erdogan, zolang Turkije geen excuses heeft aangeboden. En met deze uitspraak lijkt Erdogan Poetin tegemoet te willen komen. Maar de Russische president lijkt zich er weinig van aan te trekken. Het Kremlin kondigde vanavond een nieuwe reeks economische sancties aan tegen Turkije. En zo komt er een verbod op vliegvakanties naar Turkije en mogen Turkse bouwbedrijven niet meer in Rusland werken. In eigen land loopt het conflict met de Koerden hoog op in Turkije. Vanmiddag braken er in verschillende steden rellen uit na de moord op een vooraanstaande Koerdische mensenrechtenadvocaat. Tahir Elçi werd op klaarlichte dag doodgeschoten in het zuidoosten van Turkije. Op de persconferentie die zijn dood zou inluiden, spreekt Elçi vrij uit, zoals hij zo vaak doet. Hij houdt een pleidooi voor vrede in Koerdisch gebied. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun. Amper is de bijeenkomst afgelopen of er wordt geschoten. Elçi staat daar rechts. Agenten in burger trekken hun wapens. Het is niet duidelijk op wie ze schieten en wie de aanvaller is. Elçi ligt dood op de grond. Ook een agent komt om. Vorige maand werd de advocaat opgepakt. Hij had op tv gezegd dat de Koerdische PKK geen terroristische organisatie is. De openbaar aanklager wilde op zijn minst 7 jaar cel tegen hem eisen. De Turkse regering begon deze zomer een offensief om de PKK definitief klein te krijgen. Het geweld van vandaag zorgt voor nieuwe spanningen. Niet alleen in Koerdisch gebied, ook in Istanbul wordt gedemonstreerd tegen de moord op de advocaat. De Turkse regering kondigt een onderzoek aan en noemt de schuldigen terroristen. Ron Meijer is vanmiddag gekozen als nieuwe voorzitter van de SP. Hij kreeg van de leden meer stemmen dan zijn uitdager, Kamerlid Sharon Gesthuizen. Eerder tijdens het congres nam de SP afscheid van de vorige voorzitter, partijicoon Jan Marijnissen. Sharon heeft gehaald 370. En dat betekent dat Ron gekozen is met 529. Meijer had de steun van het bestuur, maar toch stemden lang niet alle SP'ers op hem. Geen punt volgens de nieuwe voorzitter. We gaan elkaar luisteren, we gaan met elkaar discussiëren en het mag af en toe intern best scherp zijn. Maar uiteindelijk weten we dat we buiten de wereld moeten veranderen en dat we dat alleen maar kunnen doen als we het schouder aan schouder doen. Ze zijn het niet zo gewend bij de SP dat er zo'n openlijke strijd om het leiderschap is van de partij. En ook nog eens een keer dat 40% van de leden zomaar wat anders kiest dan het hoofdbestuur had bedacht. Dus die nieuwe voorzitter die heeft flink wat werk te verrichten de komende tijd. Nou, misschien kan die te raden gaan bij die oude voorzitter die vanmorgen afscheid nam. De hele ochtend is ingeruimd voor hem, Jan Marijnissen, Mr. SP. Hij zwaait af. En de hele zaal kijkt mee naar een leven lang op de barricade. Ik heb het met liefde en plezier gedaan. Met altijd het belang van de partij en de mensen waarvoor en waarmee we het doen voor ogen. Ik wens jullie en onze partij veel strijdwil, moed en wijsheid. Dank jullie wel. Partijleider was hij al niet meer en nu stopt hij ook als voorzitter. De SP moet op eigen benen staan. Jan Marijnissen. Ze waren al te zien op een paar wetenschappelijke congressen, maar nu op televisie opmerkelijke beelden van het gevecht in een ziek lichaam tussen kankercellen en afweercellen. Een celbioloog van het Radboud UMC in Nijmegen maakte de beelden en is erop gepromoveerd. Zo dachten we hoe kankercellen uitzaaien, tentakels vernietigen gezond weefsel en de tumor groeit.
Maar celbioloog Bettina Weikeling legde via haar supermicroscoop vast dat het anders gaat met die roze-gele kankercellen. What we found is that tumor cells can adapt to little spaces in the tissue and just squeeze in between tissue structures. So they don't destroy tissue. They don't destroy tissue, but they use the infrastructure of the tissue that is there and just infiltrate spaces and tracks and go along blood vessels in the tissue or along muscle fibers. Dit zijn nog meer microscoopbeelden van groeiende kankercellen. Ze spatten als het ware uit elkaar. Maar zo ontdekte de celbioloog, afweercellen, groen, achtervolgen de rode kankercellen en vernietigen ze. Maar dat is niet genoeg. Cruciaal is dat kankercellen worden gestopt zich voor te bewegen. The cells that move into the tissue, they eventually get into the blood vessels and they travel to distant organs and form metastasis. And that is what is deadly about cancer disease. So it's very important that we stop them. En van de mogelijke oplossing zijn ook al experimentele beelden. Via immuuntherapie het aantal afweercellen vermeerderen en versterken. En dan verliest de tumor de strijd. In Amsterdam is een man doodgeschoten en een tweede man gewond geraakt. De schietpartij was in Nieuw-West, dat is de wijk waar eerder liquidaties waren. Het is niet duidelijk wat de aanleiding van deze schietpartij is. Er is een verdachte opgepakt. Bij een aanval op een VN-basis in Mali zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. 2 VN-militairen en een burger. 14 anderen zijn gewond geraakt. Gewapende mannen vielen de basis aan en vuurden raketten af. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Macedonië bouwt een nieuw, steviger hek bij de grens met Griekenland. Om echte oorlogsvluchtelingen beter er te kunnen uitpikken en andere migranten tegen te houden. Enkele honderden zitten daar nu vast. Ze zijn woedend dat ze niet naar West-Europa kunnen. Vanmiddag ontstonden er opnieuw rellen met de oproerpolitie. En archeologen zijn de beroemde Egyptische koningin Nefertiti op het spoor. In de tombe van Toetanchamon is een geheime gang gevonden. Die moet naar de rustplaats van Nefertiti leiden. De koningin overleed in de 14e eeuw voor Christus en ze was volgens de overlevering de mooiste vrouw van haar tijd. Het is eind november en veel mensen maken zich op voor de kerstvakantie. Maar in de vakantiebestemmingen deze winter blijken opvallende verschuivingen te zien. Stedentrips naar bijvoorbeeld Londen, Parijs of Barcelona zijn uit de gratie. En ook voorheen populaire bestemmingen als Turkije of Egypte worden gemeden. Het heeft vermoedelijk alles te maken met de toegenomen angst voor terreur. Leuke stad Parijs en normaal gesproken een toeristische trekpleister van je welste. Maar nu even niet. De Europese hoofdsteden zijn sinds een paar weken sowieso niet meer zo in trek. Wij merken bij onze reisorganisaties dat mensen bellen, mailen, van dat ze toch wel graag van hun stedentripje af willen. Dat is niet massaal, maar er zijn heel wat mensen toch die beroep op ons doen. Mogen we wat anders boeken? De ervaring leert dat dit soort dips meestal na een korte tijd weer verdwijnen. Maar landen als Tunesië en Egypte worden toch al langer gemeden. Eigenlijk zou ik er sowieso al niet heen gaan naar Egypte of dat soort landen, trek me sowieso al niet. Ook vanwege de veiligheid? Ja, dat ook. En vooral wat er nu allemaal gaande is daar, daar zou ik er al niet heen gaan. Dan vooral niet. Mijn gevoel is veranderd. Ik weet niet of het daar veranderd is, want ik ben er natuurlijk niet geweest. Maar mijn gevoel is veranderd. En toch nu maar even niet. En ik denk wellicht over een tijdje wel weer, maar op dit moment niet. En er zijn gewoon hele goede alternatieven. Uiteindelijk heeft de reisbranche niets te klagen. Mensen gaan gewoon naar andere bestemmingen. En die zijn er genoeg. Enerzijds zie je dat ze naar de relatief voordelige bestemmingen gaan, zoals de Spaanse Costa's, Portugal. En anderzijds dan zie je meer zonzekere bestemming in de winter, zoals de Canarische eilanden, Kaapverdische eilanden en iets verder weg dan ook Curaçao of de Dominicaanse Republiek. Dus ze gaan wel? Ze gaan wel, ja. Omdat er zoveel twijfel is bij reizigers, doen reisorganisaties niet moeilijk en kun je nu vaak kosteloos annuleren of omboeken. 1 op de 5 huishoudens kan niet rondkomen met het geld dat er binnenkomt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Ze hebben problematische schulden of lopen groot risico die te krijgen. Opmerkelijk is dat maar 1 op de 8 mensen met schulden professionele hulp krijgt. Terwijl er genoeg is om je zorgen over te maken. Schulden leiden vaak tot stress en andere gezondheidsproblemen. Kinderen presteren vaak minder goed op school. En het blijkt voor mensen met schulden moeilijk om verstandige beslissingen te nemen voor de wat langere termijn. Met alle gevolgen van dien.
Jaren geleden werd het al vastgesteld. Er kampen te veel Nederlanders met forse schulden. En hoewel de economie aantrekt, wordt het schuldenprobleem niet kleiner. De Rijksoverheid in Den Haag heeft het organiseren van de schuldhulpverlening neergelegd bij de gemeente. Maar die krijgen daar minder geld voor. En dus kunnen er minder mensen met geldproblemen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ja, gemeenten hebben de afgelopen jaren eigenlijk twee dingen gedaan. Ze hebben om te beginnen zijn ze veel strengere eisen aan de toelating gaan stellen. Daardoor komen minder mensen ervoor in aanmerking. Daarnaast zien we dat veel gemeenten ook wijkteams zijn gaan inrichten. In die wijkteams is het idee dat je kijkt naar alle problematiek. En dat lijkt een aantrekkelijk idee. Eén hulpverlener die kijkt naar alle problemen in een gezin. Maar er is een keerzijde. Mensen die in wijkteams werken, die moeten kennis hebben op allerlei terreinen. Op het terrein van zorg, op het terrein van jeugd. En als ze dan ook nog kennis moeten hebben over financiële problematiek, en dat moet vrij veel en vrij feitelijke kennis zijn, dan is het de vraag hoeveel kunnen we vragen van mensen die zo'n breed palet aan kennis moeten hebben. En dat is ook waar op dit moment de dagelijkse zoektocht over gaat. Een zoektocht die op de voet wordt gevolgd door het ministerie van Sociale Zaken. Staatssecretaris Kleinsma laat weten komende zomer met een evaluatie te komen van de schuldhulpverlening. Maandag begint in Parijs de internationale klimaattop. Wereldleiders proberen daar nieuwe afspraken te maken om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. En vandaag vertrok de Nederlandse delegatie naar Parijs in een speciaal daarvoor opgetuigde klimaattrein. Om 2:40 vertrekt de speciale klimaattrein met aan boord ruim 200 vertegenwoordigers van bedrijven, milieuorganisaties en ook vooral de overheid. Ik ben wethouder in Dordrecht voor verkeer en vervoer en voor duurzaamheid. Ik ben de directeur externe betrekking van Arriva in Nederland. En wat gaat u in Parijs doen? Nou, eigenlijk is de weg er naartoe al heel belangrijk. Want de klimaatconferentie is niet alleen een internationaal onderhandelingscircus, maar ook een mondiaal podium voor iedereen die iets met duurzaamheid doet. Pieter van der Ploeg en ik ben lid van een team dat een radiatorventilator heeft bedacht om bij ons thuis veel meer comfort in het huis te brengen tegen heel veel lagere gaskosten. U gaat eigenlijk naar Parijs om geld te verdienen? Nou, om CO2 te besparen. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu vertegenwoordigt Nederland als het gaat om de onderhandelingen. We hebben vanuit Nederland gezegd, laten we ervoor zorgen dat we een wereldwijd ambitieus akkoord sluiten dat ook voor alle landen bindend is. Maar nou loopt Nederland nog een beetje achterop, hè? Zelfs de rechter is eraan te pas gekomen om de overheid erop te wijzen dat die CO2-doelen gehaald moeten worden. Ja, we zullen er ook echt een stap bij moeten zetten. Over 2 weken moet er een nieuw internationaal klimaatverdrag liggen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat doel is nog ver weg. Maar vanmiddag om 4:55 heeft de Nederlandse delegatie Parijs in ieder geval bereikt. Gaan we naar het weer. Marco, een stormachtige rest van dit weekend? Ja, dat klopt. Deze windmeter zal de komende uren, de komende 36 uur, behoorlijk wat overwerk te verrichten hebben. Want het gaat hard waaien. Op dit moment kan het al stormachtig waaien langs de kust. Vannacht luwt de wind weer en morgen komt hij er gewoon weer bij. Deze foto is overigens gemaakt in het noorden van het land. En daar en ook in het noordwesten treffen we morgen de meeste wind. De satellietfoto's van vandaag en de lijnen van gelijke druk erbij laten zien waar de lage drukgebieden liggen. Er ligt er één ten zuiden van IJsland. De invloed daarvan reikt helemaal tot halverwege Frankrijk. En dat systeem dat gaat langzaamaan wat verplaatsen. Trekt geleidelijk richting Scandinavië. Maar dit gebiedje moeten we in de gaten houden. Wij noemen dat een randstoring. Daar zit wat meer regen op, dat zien we hier. Maar die lijnen van gelijke druk komen ook dichter bij elkaar te liggen. En dat betekent ook dat het nog harder gaat waaien. En morgenavond is het dus kans op een echte zuidwesterstorm. In het zuiden van Europa is het heel rustig om dat nog even te benoemen. Met vrij veel zon en tamelijk hoge temperaturen. En het noorden van Europa doet echt mee met het midden met dat wisselvallige weer. Met in het hoge noorden dan ook wat sneeuwval. Nou, op dit moment regent het al op veel plaatsen in ons land. Ik noemde ook al even de stormachtige wind langs de kust. Regen zien we op de radar, trok vanmiddag van het westen uit het land in. En inmiddels regent het eigenlijk op veel plaatsen. Het zal een komen en gaan zijn. Het is niet de hele tijd door actieve neerslag. Maar vannacht zal het zeker niet lang droog zijn. Met temperaturen die zo tussen de 6 en 9 graden liggen. En eigenlijk gedurende de nacht alleen maar gaan oplopen. In de loop van de nacht even wat minder wind, hard langs de kust. Maar morgen trekt hij weer aan. Vooral later in de middag en in de avond. Dan is er in het noordwesten van het land en in het noorden kans op een echte storm uit het zuidwesten, kracht 9. En dan komen daar ook zeer zware windstoten voor, tot 120 km per uur. Wat dieper landinwaarts tot 90 km per uur. Maar ook dat zijn snelheden waar je in het verkeer bijvoorbeeld echt last van hebt.
Na maandag wordt het geleidelijk aan wel iets rustiger. Het blijft bewolkt en zacht, ook op de dinsdag. En pas vanaf woensdag komt er misschien weer een keer een beetje zon in het weerbeeld. Tot zover het NOS 8 uur journaal met als belangrijkste nieuws. Werken in dieselrook, soms schadelijker dan gedacht. Dat blijkt uit een conceptrapport van de Gezondheidsraad dat de NOS heeft. En er komt een landelijke norm voor bedrijven. Straks in Nieuwsuur, de crisis aan de Macedonische grens. 10 uur op NPO 2. En voor nu wens ik u een heel fijne avond verder.